Welkom bij ook Spellenzolder, leuk dat jullie er weer zijn. En dit keer wil ik met jullie gaan kijken naar Rivolta, uitgegeven door Play This One. Het is een spel voor 3 tot 5 spelers waar je ongeveer 10 tot 20 minuutjes mee zoet bent. En in dit spel probeer je in een revolutie tussen de robots en de eenden de juiste partij te kiezen, zodat jij als overwinnaar uit de bus komt. Met elke overwinning verdien je een punt en van tevoren spreek je af hoeveel keer je de revolutie los laat gaan en probeer je de meeste punten te verzamelen. Degene die dat voor elkaar krijgt, is de winnaar. Laten we snel maar eens gaan kijken wat er in de doosje zit. Het spel is gemaakt door Reiner Knizia en die kennen we natuurlijk van allerlei spellen, waaronder Euphrates, Samurai, Blue Moon enzovoort. En wij krijgen de spelregels in 4 verschillende talen, waaronder het Nederlands. En die zijn niet heel ingewikkeld. Nog met duidelijke voorbeelden erbij en een paar aanraders en varianten. En verder krijgen wij de Revolta kaarten waarmee wij de strijd aangaan. Oftewel het leger van robots tegenover de bad-eendjes. Dat is wat we krijgen. We gaan gelijk maar eens een spelletje spelen. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 4 spelers. Elke speler krijgt een hand van 11 kaarten en in het midden worden ook nog een keer 11 kaarten gedeeld. En die vormen samen de neutrale stapel. De overige kaarten gaan terug in de doos. Van tevoren spreek je af hoeveel potjes je gaat spelen. En degene die over de afgesproken hoeveelheid potjes de meeste punten verzamelt, wordt de winnaar van Revolta. Hoe gaat het spel in zijn werk? Als eerste gaan we de kaart van de neutrale speler opendraaien. De bovenste kaart. Daar staat in dit geval de 5 op in die zijn voor de robots. Dan kiezen alle spelers 1 kaart uit hun hand. Die leggen ze gesloten neer. En dat vormt dan de eerste slag. De totale waarde van de 2 kleuren die uiteindelijk gespeeld kunnen worden, de blauwe robots en de rode eendjes, die worden bij elkaar opgeteld en de kleur waar de meeste punten van zijn, wordt de winnende kleur. En uit die winnende kleur gaan we een overwinnaar bepalen. Nou, we gaan het gewoon willekeurig doen, dus ik laat even alle spelers gewoon de bovenste kaart spelen. Zodra alle spelers 1 kaart hebben gekozen, worden alle kaarten opengelegd en wordt opgeteld rood 5 punten, blauw 14 punten. Dus blauw is de winnende kleur. Dat betekent dat de spelers die rood hebben gespeeld, die gaan sowieso deze slag niet winnen. Dan moet er bepaald worden wie de winnaar is van degene met de blauwe kaart. En dat kan zelfs de neutrale stapel zijn. Dan gaat hij gewoon aan de zijkant en krijgt niemand de slag. Om dat te bepalen ga je kijken wie van degene die een blauwe kaart gespeeld heeft, heeft de laagste kaart gespeeld. In dit geval is dat Googly Eyes, de paarse speler, want die heeft een blauwe 4 neergelegd. En dat is de laagste blauwe kaart die er gespeeld is. Dus deze slag wordt gewonnen door paars. Wat je doet is je verzamelt alle kaarten en je zorgt dat de gewonnen kleur bovenop komt en die leg je bij je neer. En dan gaan we de volgende slag spelen. De winnaar draait de bovenste neutrale kaart om. Alle spelers kiezen weer een kaart. En ik ga echt blinde voorbeelden doen, dus ik heb geen idee wat er tevoorschijn komt. We draaien alles weer open. En dit is een heel mooi voorbeeld. Want duidelijk, rood is de winnende kleur, want alle kaarten zijn rood. De totale waarde is verder dan niet belangrijk. Nou wordt bepaald wie heeft de laagste kaart. Zowel de groene speler, Army Guy, als de zwarte speler hebben een 1 gespeeld. Dat zou in principe de laagste kaart zijn, want dit is een 3 en dit zijn 4. Maar er zijn 2 mensen met de laagste kaart. Dat kan niet, er kan maar 1 iemand de winnaar zijn, dus dan worden die kaarten genegeerd. Gaan we kijken naar de volgende laagste kaart. Die ligt weer bij Googly Eyes, dat is de 3. Dus in dit geval wint de paarse speler wederom deze slag. En ook die leg je weer open neer, zodat iedereen kan zien welke slagen en welke kleuren je hebt. Maar zo wordt het gespeeld. Iedereen kiest dus een kaart. Dan wordt er gekeken welke kleur wint de strijd. Als er qua waardes een gelijk spel is, dan is de kleur van de neutrale kaart doorslaggevend. Dus als er net zoveel punten in rood als in blauw liggen, dan wint rood, omdat dat de neutrale kaart is. En dan wordt er gekeken in de kleur die gewonnen heeft.
rood bijvoorbeeld, wie de laagste kaart heeft gespeeld. En als die laagste kaart door meerdere spelers is gespeeld, wordt dat genegeerd. Gaan we naar de ene laagste kaart. Is die ook door meerdere spelers genegeerd, gaan we door, et cetera. Maar zo gaan we door tot er in totaal op tafel ofwel 4 rode ofwel 4 blauwe slagen liggen. En dan gaan we naar de eindscore. De kleur die het spel heeft beëindigd, bijvoorbeeld er liggen uiteindelijk 4 rode slagen op tafel en 1 blauwe, betekent dat rood de winnende kleur is. De spelers krijgen 1 punt voor elke rode slag die zij tijdens het spel hebben bemachtigd. Plus ze krijgen 1 punt voor elke rode kaart die ze dan nog aan het einde van het spel in hun hand hebben. Degene die de meeste punten heeft, die wint de revolutie en die krijgt een punt. En bij een gelijkspel krijgen meerdere mensen het punt. Dan schud je alles weer, deel je iedereen 11 kaarten plus weer 11 kaarten voor de neutrale stapel. En ga je de volgende ronde in. En zo probeer je bijvoorbeeld in 3 of 5 rondes de meeste punten te verzamelen. Nog één bijzondere situatie. Het kan zijn dat er in de winnende kleur geen enkel getal 1 keer voorkomt. In dat geval, bijvoorbeeld er liggen 2 blauwe nullen en 2 blauwe vieren. 0 zou het laagste getal zijn, maar er zijn er 2 van, dus is die niet uniek, dus wint die niet. Dan zijn de 2 blauwe vieren de winnaar. Dat zijn ook geen unieke getallen, dus dan is er geen winnaar. In dat geval wint de neutrale speler de slag weer en gaat hij dus weer aan de zijkant. De slagen die de neutrale speler wint, die leveren natuurlijk niemand punten op, maar die tellen wel mee voor de klok van 4 rood of 4 blauw eindigt het spel, of eindigt de ronde. Maar op die manier wordt Rivolta gespeeld. Rivolta is een supersnel partyspelletje wat je gemakkelijk op tafel legt en wat eenvoudig uit te leggen is. De spelregels stellen heel weinig voor en toch zit er weer meer in dan je op het eerste gezicht denkt. En dat is iets wat meneer Knizia natuurlijk altijd wel voor elkaar weet te krijgen met zijn bijzondere mechanismes. Het lijkt een heel simpel spelletje, dat schrikt soms ook wel eens iemand af. Dan denk je van, joh, dat is echt veel te simpel, dat ga ik gewoon niet waarderen. Maar het leuke van Rivolta is dat er toch weer zo'n smerige verslavingsfactor in zit. Je speelt een potje nou in een paar minuten soms. En je bent toch met meerdere dingen bezig dan alleen maar dom kaartjes spelen. Want het gaat er niet om een slag te winnen. Tuurlijk is dat leuk, maar dat kan aan het einde van het spel 1 punt waard zijn. Wat leuker is, is er om voor te zorgen dat je de juiste kleurslagen naar je toe trekt. En als je een slag niet wint, om ervoor te zorgen dat je dan in ieder geval genoeg kaarten in de kleur die uiteindelijk wel gaat winnen in je hand houdt. Want dat zijn allemaal punten waard en daarmee kun je uiteindelijk een ronde naar je toe trekken. Dat is een heel simpel, maar toch listig mechanisme en het werkt afschuwelijk verslavend. Het is niet een spel wat je uren en uren en dagen achter elkaar gaat spelen, maar het is fantastisch om dit spel even tussendoor te leggen. Het is simpel, het speelt supersnel en toch zit er genoeg uitdaging in om de spelers betrokken te houden. Het is heel interactief, je probeert natuurlijk een beetje in te schatten van joh, er ligt natuurlijk die neutrale kaart met een bepaalde waarde. En dan ga je inschatten van ja, wat gaan mijn tegenstanders doen? Wat liggen er al voor slagen op tafel? Welke kleur zullen ze willen laten winnen? Of misschien ligt er wel een blauwe nul en denk jij joh, we gaan eens even een rode 5 erbij leggen. Dan trekken we misschien wel naar het rode kamp toe, de eentjes. En dan kunnen we daar weer een puntje mee te scoren. Nou ja, jullie merken het al, ik ben zelf ook best wel verslaafd aan dit spelletje. Het is gewoon leuk om aan de ene kant een beetje tactische getallen te spelen, zodat je daar je punten mee scoort aan het einde van een ronde. En aan de andere kant ben je ook aan het vissen van wat zijn mijn tegenstanders aan het doen en hoe zullen zij deze ronde hun kaarten spelen. Het is gewoon een super grappig spelletje heel eenvoudig is, maar absoluut niet verveeld. En dat vind ik toch weer een heel tof element. Ook het thema, dat is natuurlijk, je kunt er elk thema op plakken, maar het is wel ontzettend grappig. Je hebt de bad-eendjes tegen de speelgoedrobots. Het ziet er ontzettend leuk uit. Maar de sterke punten daarvan is, je hebt duidelijk rood tegen duidelijk blauw. En voor de kleurenblind heb je de eendjes tegen de robots. Nou ja, dat is gewoon heel helder gedaan. En dat is natuurlijk ook weer een positief punt.
Alles bij elkaar is Rivolta een fantastisch, leuk en heel eenvoudig tussendoortje wat je zo op tafel knalt en eigenlijk met iedereen wel kan spelen. Of met de beginnend bordspeler, ofwel met de hardcore gamer die zegt na een zware titel even lekker luchtig met z'n allen iets eenvoudigs doen. En ook dan heb je er gewoon heel veel schik mee. En om die reden heb ik Rivolta ook gewoon dik 3 sterren gegeven. Bellenzolder.